Het is weer zaterdag, dus ik heb weer een leuke video voor jullie. En vandaag een do-it-yourself. Ik ga namelijk zelf pasta maken. Om zelf pasta te maken heb ik maar twee ingrediënten nodig. Het zijn eieren en bloem. Maar niet zomaar bloem, maar een speciale bloem. Dit is namelijk bloem gemaakt van Doerum tarwe. Dat is een harde tarwesoort en die is dus perfect voor pasta. Je kunt het ook zien aan de kleur, hij is wat geliger van kleur. Je maakt je pasta gewoon op je werkblad. Zorg er dus wel even voor dat je werkblad goed schoon is. Je verdeelt de bloem en dan maak je een kuiltje in het midden. En daar breek je de eitjes in. En dit min je met je vingers een beetje door elkaar. En dit kneed je in 10 tot 15 minuten tot een soepel deeg. Het is dus even een klusje. Maar het resultaat mag er zijn. Kneed eigenlijk als het ware je werkblad weer schoon. Zie je? Nou, na een minuut of 10 tot 15 kneden is je deeg klaar. En nu ga ik het inpakken in huishoudfolie en laat ik het een uurtje rusten in de koelkast. Ik heb het pastadeeg nu uit de koelkast gehaald en ik ga het nu verder verwerken. Ik ga zelf pasta maken met de pastamachine, waardoor ik het dus niet heel dun hoef uit te rollen. Heb je nou geen pastamachine thuis, rol het dan zo dun mogelijk uit en snijd het dan in lengte. Maar ik ga nu laten zien hoe ik het doe met de pastamachine. En dit ga ik eerst uitrollen. Deze dikte die is prima voor de pastamachine. We gaan nu de pasta verder uitrollen met behulp van de pastamachine. Je hebt op de machine verschillende standen en je zet hem eerst op de hoogste stand. En dan rol je hem een keertje erdoorheen. Zo. En dan draai je hem om en doe je hem nog een keertje erdoorheen. Vervolgens zet je de machine op een fijnere stand en herhaal je de stappen. Ik had hem nu op stand 7 en ik ga hem nu op 5 zetten. En dit is dan het resultaat. Flinterdunne pasta. Hier zou je bijvoorbeeld al hele mooie raviolis van kunnen maken. Of farfalle, dat zijn van die strikjes. Of tortellinis. Ik ga ook nog even laten zien hoe je zelf tagliatelle maakt. En dat gaat ook heel makkelijk met de pastamachine. En dit is dan je zelfgemaakte tagliatelle. Ik voeg nog een heel klein beetje bloem toe, zodat het niet aan elkaar blijft plakken. En dit is dan je homemade verse pasta, die na een minuutje koken al klaar is. Je kan hier bijvoorbeeld een heerlijke tomatensaus mee maken, of de pasta al limone die op mijn blog staat. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En als je het leuk vindt, vergeet je dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Want iedere zaterdag komt er een nieuwe video online. En voor nu bedank ik je weer voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Doei!